krijgt er een stukje. Ja, ja, ja. Zie je ook het slotje ertussen zitten. Voor mij zit een hele gouden ketting aan, hoor. Nee, zo. Kijk, kijk, kijk. Ik heb goud, ik heb zilver, ik heb brons, ik heb waar jij van houdt. Gooi een touwtje in de water. Yo! We zijn vandaag met de Hakkelaar. En wie is dat, Markelaar? De Markelaar. En Hazelaar. Hazelaar. We zijn in een bruggetje in Nieuw-Vennep. En we gaan hier natuurlijk, zoals jullie altijd weten, lekker magnetvissen. We hebben dan magneten mee en we gaan lekker bezig. We hebben er zin in, de mensen komen om met de honden kijken wat we gaan doen. Ah nee, dat gaat nog bij zich. We gaan ouderwets gewoon alleen gooien weer, zoals we het vroeger deden. En ja, wie weet hoor. Gewoon even iets in de comments, want onze beste Mark is jarig, jongen. Ja, Mark is jarig. Dus, dat is straks gebakkie. Alle mensen wilden een taartje, heb ik in de reacties gelezen. Ja, dat kan. Ze kunnen ze er ook onder droppen, die taartjes. Ja? Ja, tuurlijk. Wie de meeste taartjes in één commentbericht kan krijgen, die krijgt een duimpje en een like. En een taartje. Een van de gevaarlijkste buurten van Noord-Holland. De armste buurt, zonder die nog. Nou, dat valt onder dezelfde noemen. Touwtje zit vast, jongens. Kijk, wij hebben nog mooie touwen. Wat heb je? Zakmes. Echt? Nee joh, Mark had meteen een zakmes. Dikke. Oh? Joh, kijk dan. Vet zakmes, jongen. Met hout? Eén kant is eraf. Altijd op. Dat is onze derde zakmes al hier. Dit is heel goor weer. Alweer met dopjes? Ja, Mark had een hele zak met 1000 bierdopjes of zoiets hier. Oh, dat was hier dan? Ja. Wat is het, telefoon? Nee. Ik weet niet wat het is. Een dingetje. Nou, we gaan weer helemaal finale vies. Vies? Hashtag nou is hij. Ik zei nog, doe je handschoenen aan, hè? Ik ga wel even aandoen. Hier, wacht, ik zoom in op die handen. Hey, we hadden een hek nodig, toch? Hekkie. Zo! Heer! Hesh, hek, hekkie. Een hekkie? Hekkie? Oh, godverdomme. Ik heb helemaal geen hekkie. Mark, ik heb gewoon een fucking hek gevangen, ouwe. Dit is gewoon een live hek. Er zit ook meteen een halve fiets aan het hek. Hé, kluisje. Echt? Oh! Wow! Kluisje, jou? Kluisje, Pik. Waar zit erin? Hakker vindt gewoon even net even een kluisje. Meteen. Huh? Kijk dan, dat is een autokluisje. Hij zit nog dicht, Hak. Oh ja. Ja. Ik heb wel spullen bij me om te kraken misschien. Ja, hij zit nog dicht, want hij zit gewoon op zijn slot. Ja, je hebt wel een grote schroevendraaier gepakt. Een multitool. Een hek. Ja, Mark, ik heb al een hek voor zijn verjaardag. Ja, kijk. Nee joh. Wat? Hij is helemaal vol met niks. Ah. Kijk dan jongens. Hier het oud kluisje en hij was helemaal leeg. Het is gaande allemaal weer. Een of andere kinky riem of zo. Daar hou jij wel van, hè? Ja, daar hou ik wel van. Een beetje spikes erop en zo. Zo'n riempje eraan, zweepje. Om je nek. Ja. Ik hoorde net dat Marco hem even ging testen. Die houdt er ook van. Marco! Hij heeft een fucking vis. Jij hebt al 200. Ik heb een vismolen gevonden. Een hele duur is dit. Een hele nieuwe. Kijk. Shimano of zo heet ja, dat. Ja, Shimano Stradic. Met Baitrunner. Balance handle. Ah, is mooi hoor. Die ligt wat zwaar, wat daarop. Ja, dat weet ik. Dat ga ik ook wel altijd. Ja, maar dan moet je het er eerst uithalen. Ik denk een hek. Nou, het is allemaal weer gaande. Je ziet het alweer. Je wordt helemaal raar van. Vinden jullie het nou leuk dat wij weer origineel ouderwets magneetje kaaien? Het is een pijp. Het is een pijp. Ik heb verstand van pijpen. Ik was net op Willem de Pijp al aan. Ik denk, nou, hier voel ik me thuis. Mark is ook wel onze filmster. Ik zie jou in alle reclames voorbij komen. Als je het nog niet opvalt, kijk eens naar de reclame. Ja. Dus als je kan hem ook inhuren. Ja. Moet je vanuit Mark's Insta en dan kun je hem gewoon een bericht sturen.
Hij figureert, bij ons figureert hij ook, hij vangt nooit wat. Maar ik vang nooit wat, ik doe altijd maar het mooie mee, voor zijn gezicht, kijk maar. Oh jee. Oh, ik weet wat voor ding dat is, die kon je vroeger van de trap naar beneden laten lopen, toch? Ja, een slinky. Een slinky? Zo heet dat, een slinky. Zo! Om die taartje mee aan te snijden, want dat ben je vergeten, jongen. Dat ben ik vergeten en dat klopt als een bus. Nee, maar die is wel mooi, man. Die kunnen we straks wel gebruiken, is nog helemaal nieuw. Zo geen is er wel iemand mee gejuked. Ja, maar dat is lekker. Dat is een beetje dat ijzer in die taart. Weet je, dat heb je wel nodig. Die zoetigheid, heb je ijzer nodig. Hij is wel mooi, hoor. Ja, ja, het is een hele mooie. Zullen we eens kijken of hij werkt? Hij is gewoon ouwe! Ah, wat heb je gevind? Wacht, laat me even close-up maken. Zo! Deze is fucking vet. Moet je kijken wat Jim voor een kogel eruit getrokken heeft, hé. Ik kan niet eens de camera pakken of het is alweer gaande. Alweer. Hoi. Jij hebt een... Een remetikker. Ramentikker. En wat heb je pakken? Je hebt een tamagotchi. En een tamagotchi, ouwe. Wat is dat? Dan kun je zo'n poppetje dat het eten geven. Net zoals je honden, alleen dan digitaal. Ja. De oudste is hoe elke, oud geworden? Elke dok zo goed mogelijk. Want ik heb een helm in de oude Samsung. Hebben jullie genoeg liggen? Ik ga niet dragen. Wat? Na millimeter en mijn na millimeter en mijn na millimeter en mijn na millimeter. En daar gaan we nog een ding pakken, hè? Oefie. Een oefie. Twee kogeltjes. Het komt uit de hele nette buurt te zien. Dat denk ik. Deze is wel ziek, man. Daar komen de kogels vandaan, jongen. Ja, man. Vette shit, man. Deze is net echt. Je hebt gun gevuld. Faam gun. Ik ga deze keer niet het water in. Mork gaat het water in. Of ben jij al in het water? Ik ben al in het water, joh. Hier hoor, kijk eens aan de... En voor de mensen thuis is het een beetje koud? Het is fris. Het maar is 4 graden. Ja. Hoe fris? Ik denk zoiets. Wat is dit dan? Wat is dat? Ja, er zijn wel kettingen. Ja, er zitten wel kettingen in. Kom eens, hier hoor. Ja. Kijk dan. Hierheen. Wow. Wacht, je moet even een foto maken van boven. Oh ja. Dat is mooi. Moet je even iets minder... We onderbreken dit programma voor een foto. Terugkomen moest ik een paar foto's maken. Mark die hebt dus waarschijnlijk sieraad in mijn zak vol en het lijkt heel serieus op zilver. Kijk, hier zie je ook, kom eens hier kijken. Nee joh! Kijk, die lijkt oh, echt zilver. Oh, die is dik hoor. Ik denk het wel ouwe, ik zou maar eventjes... Kom, we gaan aan de kant. Ja. Leg hem maar neer. Ja, die is gold hoor. Kijk maar. Ja, die is gold. Ja, ik denk het wel. Kom Mark, jij moet het er ook. Goud meisje. Goud nog niet. Ja Mark, dit is wel iets dit hoor. Dit is wel vet hoor. Dit is miljoenen euro's. Ja, die is zilver. Dit is zilver. Ja? Ja, 100%. Doe het rustig. Je vindt dit bijna Valentijnsdag hè, voor je vriendin. Dit was een verjaardag. Ja. Dus hier heb ik het slotje ertussen zitten. Voor mij zit een hele gouden ketting, ouwe. Deze ook, kijk. Wow. Ja, 100% ouwe. Echt? Ja, dat zie je toch? Hier zit toch de kleur? Je hebt de kleur op dit, toch? Nou, maar ja, wacht. Dit is gewoon goud, hè? Nee, joh. Ja, dit is... Wat? Wat is dat? Kom, leg alles over de mooie steen. Er zitten allemaal ringen tussen ook voor mij, joh. Ja. En wie heeft dit ooit gehad, hè? Ja, aan de magneet, joh. Kom, leg het even daar allemaal neer. Ga er nog een keer in, joh, gek. Kom. Kijk, even checken hier of nu nog ringen liggen. Ik heb net ringen gezien, die zijn zeker weten goldie. Echt? Ja, echt, met een diamant erin en zo. Ja, hij moet gewoon alles even los. Hier, gouden ring. Ja, die had ik al gezien. Dat is die gouden ring. Oh, joh. Oh, die is zeker. Jezus, Mark, jongen, wat een verjaardagscadeautje heb jij naar binnen gehad. Dat is wel lekker, ja, dat kan ik goed gebruiken, zo'n cadeautje. Ja, maak even een paar foto's met je telefoon. Ja, dit is mijn sloot hier. Dit is Marco's buurt, dit, hè? Nee, dit is mijn sloot hier, ook. Dit is nog veel meer, man, hè? Dat zijn die spelden van jou, van je voedoe-poppetje. Een oorbelletje met een hartje en een diamantje. Ah. Goud. Fijne Valentijnsdag. Hou van jou, lieverd. Dit heeft van alles, jongens, kijk dan. Het is allemaal goud. Alleen. Allemaal brokjes. En hardcore sleutels. Wat staat er nog meer op? Snowbuck op. Angerfist. Het is toch een beetje Valentijn bijna, dus hij heeft voor mij een gouden oorbel geregeld. Ja. We hadden hier al vorige week natuurlijk al, twee weken geleden eigenlijk al. Hadden we hier ook al gevist en toen vonden we ook al mijn dingetjes. Eigenlijk staat de zon een beetje vervelend. Kijk, er ligt daar ook een winkelwagentje. We hadden bijvoorbeeld één speelgoedautootje, een speelgoedvrachtwagentje, nog een speelgoedautootje. Een ander speelgoedautootje. Een telefoontje van de Nokia hadden we ook nog.
een ander telefoontje. Kijk, in ieder auto hebben we hadden een telefoontje eigenlijk wel. Nog een Nokia. Een andere GSM. Nog een telefoontje. Een mooie zaklamp. En een lipstiftje. Denk ik. Ik weet niet wat het eigenlijk is. Wat is dit eigenlijk? Raar in ieder geval. Wow! In het land! Brian heeft zo goed gegooid dat hij hem in het gras hebt gegooid. Ja, we hebben honger, man. We hebben honger in taartjes. We hebben weer Afrikaans eten vandaag. Ja, we hebben fucking honger in taartjes. Pistooltje! Nee! Lekker! Wat is het? Laat zien! Belachelijk! Wacht even. Wat is dit? Wat staat erop? Waar moet ik een foto maken? Haal hem maar af. Kan je er nog wat mee? Wat zal hij nog doen? Hebben jullie wat ge... Ik ken jullie van YouTube. Nee joh. Echt niet. Gek hè? Wie is dat dan? Er zit een YouTube filmpje. Ja. Doe een shout-out. Ja, mijn moeder! Naar de paprika! Shout-out naar de paprika en zijn moeder. Nu word ik beroemd. Ga altijd ergens. Als ik een broodje eet. Cupido. Schiet tegenwoordig niet meer met pijlen, maar met pistolen. Ja, ja. Ja, je bent meteen voor gewond. Nou, en ik hoorde dat Mark verliefd was. Wist je dat? Wat? Ja? Mij is het waar ik nee. Bart niet, man. Even een taartje. Ja, hier. Een appeltaartje. Waar is Melanie eigenlijk? Die zou voor ons taartjes moeten bakken. Ja. Ja, weet je? Tegen haar zeggen? Melanie, waar blijven onze appeltaartjes? Die brengt je hand, vreet. Ja, maar die is voor Mark. Dat is geen Melabel appeltaartje. Nee, geen verse. Oh ja, wel vers, maar... Kijk op schrans ook. Dat ja, maar we dan nog niks gegeten hebben. Ja. We hebben altijd maar een moeilijke taak eigenlijk. Dat deed je in Spanje bij mij ook niet altijd trouwens. Had ik ook bij Brian in zijn mond gespoten toen. Normaal niet. Hele grote. Wow, kijk dan! Is die wel illegaal? Omdat Marco shit, eigenlijk jongen. Niet op die step mag rijden, hebben we voor hem een skateboard geregeld. Kijk dan! Nou, doet het ook nog! Oh nee! Die is geen elektrische. Ja! Kijk dan! Oh, kijk dan! Doe een ollie dan! Hij doet een ollie! En een grind. Hij is zo van Tony Hawk Pro Skate. Wow, ik vond hem goed. Ik keur hem goed. Nee joh, hij heeft drie wielen. Kijk, we hebben nog meer wielen gevonden. Kijk, deze step heeft zijwieltjes. Ik denk dat hier wat ligt, maar ik weet niet helemaal zeker. Nou. Heb je wat? Zal het geen damwand wezen. Wow. Wat zal het zijn, jongens? Ik zou niet weten wat kan hier liggen onder waar. Wow. Wat was dat nou? Wat was dit? Ik heb dit, wat een raar ding joh. Het lijkt hier van de dekenmarkt. Weet je hoe ver die zijn komen lopen dan? We hebben een spinkelfonkel glimmend van helemaal nieuw. Winkelwegetje. En hij is al betaald, dus dat is mooi. Zit er een geldmuntje nog in? Huh? Ah, er zit een nepmuntje in man. Zij je laatst even nog kijken. Volg mij op Insta, Reuvers D. Reuvers D, iedereen staat erop, hè? Yes, kijk maar. Ja, ja. Het is omgekeerde dierentuin eigenlijk hier, hè? Yes! Ik zie het uit mijn ooghoeken dat die meerkoet hier aan die tak die we naar boven hebben gevist zit te eten. Wat zitten ze, waarom zitten ze... Dan plankton aanpikken, snap je dat wel? Ze eet alles, ouwe. Zie je? Oh. We hebben er nu drie. Oh, lekker, we hebben er nu weer eentje. Oké, dit is ook pasta, dat is Marco net gevangen. En Sam Groen. Oh, dat is een goed scherm nog, hè? Ja? Ja, die is anti-condens. Er zit water in, dan krijg je geen condens in het scherm. Ik heb altijd stepper, ik word er helemaal misselijk van. Brian heeft een nieuwe, gloednieuwe, met dikke luchtband stem. Ik weet niet of het je merk is, maar omdat jullie zo goed bezig zijn. Nee! Hier. We krijgen een 0.0. Ah, is het 0.0? Nee, voor de video. Nee, niet. Voor de video, voor de video. Oh, voor de 0.0 zit geen alcohol in. Ja, door blijven werken. Lekker, en Mark is jarig vandaag, hè? Ik ben ook nog jarig, dat is helemaal super. Jim.
Ik ga jou vertellen wat dit zijn. Wat zijn dit? Het zijn tortelduifjes. Ah. Kijk, ze zijn verliefd. Het wordt lente ook, het hangt een beetje in de lucht. Ja, maar ze willen nu weer weggaan. Nee, je gaat die andere kant op. Kom, hè. Jij moet een beetje verder rennen. De tortelduifjes. En een? Pilsje van mevrouw. Meerkoet. Oh, die meerkoet die wil erbij horen. Ja, die is een wannabe. Zijn eieren maken. Zeiden ze. Omdat jullie echt graag die gans wilden zien, ben ik even snel erin gerend. Ik ren met jullie met de ganzen mee. Vinden jullie dat leuk? Hier, autoband. Nee! Ze vonden het niet leuk eigenlijk. Een kleine vriend. Wow! Wat heb je? Een bullet. Doet hij het nog? Tuurlijk. Wow! Kijk nog door. Echte bullet. Hij heeft geen blote voeten. Hij staat erop, het is wel een FN. Ja, hè? Het is ongelofelijk. Ongelofelijk. Nou. En een mobiel. Alles, mobieltjes, steps. Hè, wat? En? Alles, steppen, een polo stick, een zwaard, alles. Oh. Prachtig, hè? Nou ja, wanneer komt die gemeente? Maandag. Volgende week. Nou, en we... Blijft het hier zo staan? Dan moet het bij paal zetten in de buurt. Ze zeggen, ze zeiden, zet het midden op die brug, dan komt het wel goed. Kan het? Wij vonden het allemaal leuk. Leuk dat jullie kijken. Bedankt. Ja. Brian is blij, Mark is blij. En zelfs onze Marco is super blij achter de boom. Die kan gewoon niet stoppen. We zijn super blij en we gaan lekker naar. Linnaeushof. Yes, zo! Yes. Laten we gaan. Ik wil in de kart.